We zien hier op de Vriethof bij de Maastrichtse country dancers. En neven mij staat de voorzitter, Marie-Louise. Vertel eens even wat hij allemaal gebeurt. Geven hij een 3-urige les op een Vriethof, zodat iedereen zich kunt overtuigen wat weer bedoelen met line dance en wat we in de verenigingen doen. Er zijn heel veel lui die aan de dans zien als enig. Wie verleden heb je? De Maastrichtse country dancers tellen 45 leden momenteel. Maar daarnaast hebben we nog een club in Veldwees als Lonaken. En dat zien de line dancers Lonaken. En die lopen ook tegen de 40 leden. Dus het is best wel een grote groep. En wie lang bestaat je? De Maastrichtse country dancers bestaan nu 17 jaar, van 1996. En de line dancers Lonaken, die bestaan 4 jaar. Ik ben Jan Beetsra, ik kom uit Kedie en Keer. En ik dans ongeveer al een dikke 13 jaar bij de country dancers in Wolle. Dus het is iedere week donderdagavond op en neer om het lekker te dansen. Ja. Maar wat heeft u bewogen? Wie is het zoiets gekomen dat ik erbij zit gekomen? Nou, ik ben een keer met het demo-team van de Maastrichtse country dancers in Nassig geweest, een groot western festival. Daar hebben ze een demo gegeven en toen heb ik gezegd, nou, als mijn vrouw erbij is, dan wil ik er ook bij komen. En zo is het gekomen. Dat is lichamelijk bezig, want het is niet altijd heel gemakkelijk. Af en toe is het toch heel heavy en een flink tempo. En dan moest je cupje gebruiken, hè, want dan moest alle pestjes toch wel onthouden. En ieder dansje is anders. Ik zag dat je lekker hebt metgedaan. Wie ging het? Ik vond het ook heel leuk voor het te doen. De muziek spreekt me heel erg aan. Dan kunnen ze lekker op dansen. Daar worden ze vrolijk van. Is er nu verschil tussen country dance en line dance? Voor mij niet. Voor mij is het allemaal in potnat. Het is de bedoeling dat de lui wel ontspanning beleven. Zich toch moeten concentreren. En op heerlijke muziek ze kunnen oeleven. En ik denk dat dat zowel lichamelijk als ook de geest een beetje ontspant. Dat is te maken met. Ja. Het is heerlijk om te doen. De zin heeft daar, gaat mij vrouwen als mannen? Heet dat een oorzaak of is dat gewoon een drempelvries? Ik denk dat het het laatste het geval is. Mannen, oh nee, dat ken ik niet, terwijl iedereen het kan leren. Oktober is dit bedoeld voor die mannen, weet ik, te pushen, kom eens mee doen met een vrouw. Want het is hartstikke leuk. Je kunt het alleen doen, je hebt geen partner nodig. En dat is toch wel heel erg goed. De Russie te zeggen van ik ga daar niet naartoe en ik ken geen die met me wilt gewoon de kunst gewoon. En de Maastrichtse country dancers zien een hele hechte, leuke vereniging, spontaan. En kom eens een keer bij je skieken, zou ik zeggen. Ja. Ik had iets in mijn leven nodig na een verdrietige periode. En toen had ik gedacht, ik wil niet thuis blijven zitten. En bij deze club heb ik mijn draai gevonden. Dus en iedere donderdag verheug ik me erop dat ik weer kan gaan beginnen. En ik doe het 16 jaar, nou ondertussen dus. Ja, ja. De groep is een grote kliek. Heel gezellig, respect voor elkaar. Als ze een keer tegen iemand aanbotsen, dan zeggen ze allebei sorry en we zijn weer. En de leers van elkaar. Of te proberen ze iemand anders ook uit te leren. Dus niet alleen dat Anja daar de les geeft, onderling in de groep wordt elkaar heel goed geholpen. En de sfeer is perfect en de mensen zijn leuk en we hebben leuke, lieve, gezellige danslerares. Dus het is echt heel gezellig. Ik zou zeggen, kom er ook bij.
De lesavond is op de donderdagavond, iedere donderdagavond, in het gebouw van de Hermenisaal Pie en Pauw in Wolda, Tongerseweg 336. En je kunt er terecht vanaf 7 uur, dat zijn de beginnerslessen, en om 8 uur de gevorderde tot 10 uur. Daarneven is lesavond in Loonaakje op de dinsdagavond gelijk van 7 tot 10 in ontmoetingscentrum De Berenhof in Veldwezel. Genoeg gepraat nu, nu moet er gedaan gebeuren. And after all the violence and double talk, it's just a song in all the trouble. And